Prachtig evenement dit jaar voor 150 jaar Okhuizen. 300 wijnen staan er op de proeftafels. Bijna 60 producenten, topproducenten. De mooiste producenten uit het assortiment van Okhuizen. Iedereen is heerlijk aan het proeven en aan het genieten. Ik maak 4 wijnen. En het verkoopt veel in Nederland, maar het is voor mij heel erg leuk om de mensen te zien die het ook echt drinken. We are proud and we are really enjoying because the people really knows what wants to buy. And the people comes with the information. We are really happy to be part of this big event. The Okhuizen tasting is every year a highlight and it's a wonderful atmosphere. There are thousands of people who are curious about the wines, so it's really exciting for us. Het bijzondere is natuurlijk dat wij al 30, 35 jaar, soms al bijna 40 jaar met een domein werken. En dat deze producenten nu hier ook aanwezig zijn. Dat doet me ongelooflijk veel goed. Die fideliteit tussen Okhuizen en de producent is eigenlijk misschien wel wat Okhuizen ook bijzonder maakt. Here comes the sun and I say it's all right. Wij zijn al misschien wel 20 jaar klant van Okhuizen en je weet, je gaat hier naartoe en je hebt alleen maar kwaliteitswijnen waar je uit kunt kiezen. Geweldige locatie denk ik, waar je een Lustrum proeverij kan houden. Dus thuis al een mooie selectie gemaakt op de bank van nou, dat wil ik proeven, dat wil ik proeven. En naast dat er volop geproefd kan worden bij al die producenten, hebben we ook masterclasses de hele dag door. Een aantal producenten die vertellen daar hun verhaal. En die zijn denk ik heel leuk om bij te wonen. Daarnaast hebben we de food trucks. Daar kan je heerlijk eten. Fantastisch evenement hier bij Okhuizen. De sfeer is goed, de wijnen zijn goed, eten is goed. Nou, kijk maar, beter kan toch niet? Wanneer mensen 36 flessen bestellen, mogen ze meedoen met de tombola. De tombola zijn allemaal lekkere wijnen. Er staan een aantal heel grote wijnen tussen, kwalitatief. En één Château Petrus staat ertussen. Dat is een wijn die vertegenwoordigt een astronomisch bedrag. En het is de sport om die eruit te halen.